is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 november 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag weer een test met twee typen data tegelijk. Behalve Contestia, vandaag aan het eind van de uitzending ook een fragment in het supersnelle 8 PSK 1000. Zonder de letter F overigens, dus 8 PSK 1000 met als centrale frequentie 1750 Hz. 1750 Hz dus. Je kunt als het goed is gewoon FLDigi 2x starten. In het ene venster kun je dan met Contestia meekijken en in het andere venster aan het eind van de uitzending met 8 PSK 1000. Contestia zit weer rond de 355 Hz met dezelfde instellingen zoals ook op www.pa0ete.nl staat. Niets is nog zeker op de WRC15 voor wat betreft 5 MHz en andere amateur aangelegenheden. Ten opzichte van de vorige update die Daily Minutes bracht is er eigenlijk niet zoveel veranderd, maar er is wel wat meer concrete informatie naar buiten gekomen. De 15 kHz waar sprake van was betreffen 5351,5 tot 5366,5 kHz. Een werkelijk piepklein bandje dus, vergeleken bij wat gevraagd werd, 200 kHz. Het blijkt dat het keerpunt vooral zat bij de notoire tegenstander, de Verenigde Staten. Met 15 kHz konden de onderhandelaars uit dat land wel leven en de 15 watt EIRP die is gelijk aan 50 watt in een dipool. En dat is precies het zendvermogen wat tot 3 jaar geleden in de Verenigde Staten sinds 2003 was toegestaan. Door deze voor de VS zeer aanvaardbare allocatie veranderde de VS-gedelegeerden hun mening van niets veranderen en werden ze voorstander en probeerden ook andere tegenstanders over de streep te trekken. Zoals gezegd, de kaarten wat dit betreft zijn misschien op dit moment al wel geschud, maar er is geen reden om aan te nemen dat er niet een delegatie kan zijn, voor- of tegenstander, die plotseling een troef uit de mouw schudt of zelfs een konijn uit de hoge hoed. Het is misschien geen gelukkige beeldspraak. Ik bedoel eigenlijk, er is al wel gepeild, maar er is nog niemand opgepakt. Ja, deze was wel beter. Ja, en wie is eigenlijk eigenaar van jouw gezicht? Onder die titel ging de podcast Tech News Tonight gisteren in. Dit naar aanleiding van enkele functies met gezichtsherkenning, zoals bijvoorbeeld Facebook Moments. Van onder andere sites als Facebook en nog een paar andere. Tegelijk wil Facebook de komende tijd dat alle communicatie via die site vergezeld gaat van een foto. Winkels in de VS van de keten Walmart houden gezichten van mensen die wel eens problemen hebben veroorzaakt bij in een database. Niet duidelijk is of ze misschien niet veel meer mensen opslaan. Hoewel bedrijven niet toegeven dat dit gebeurt, is het met de huidige technologie heel eenvoudig om bijvoorbeeld opgeslagen gezichten door software te laten vergelijken met mensen die op Facebook staan en zo hun ware identiteit achterhalen. Link wordt de technologie. Als mensen stiekem met een lopende cameratelefoon op een plek van bijvoorbeeld een bijeenkomst van een controversiële politieke beweging rondlopen en dan thuis op Facebook gaan laten taggen wie of ze daar allemaal gezien hebben. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een gaybar. Op Facebook kun je dan zien of iemand die daar zat uit de kast is of niet en die persoon daarmee chanteren. Hetzelfde geldt natuurlijk over die meneer en mevrouw die in een café zitten te smoesen met elkaar. Facebook laat je dan ragfijn weten of die meneer en mevrouw in dat geval niet bij een andere meneer of mevrouw horen te zitten. Ja, en al deze ellende nog iets wetenswaardigs over de hobby. Dit keer het verschil tussen frequentiemodulatie en fasemodulatie. Wiskundig is dit een groot verschil, maar in de praktijk zijn ze beide eigenlijk gelijk. Je hebt voor FM wel een andere modulator nodig dan voor PM. Het belangrijkste verschil zit hem in de frequentie 0 Hz. 0 Hz is een gelijkstroom. Zet je op de modulator van een FM-zender een gelijkspanning, dan schuift de draaggolf een klein beetje of een groot beetje op. Bij fasemodulatie blijft de zendfrequentie bij een gelijkspanning gelijk, omdat je met fasemodulatie geen 0 Hz kunt uitzenden. Bij frequentiemodulatie worden de hoge tonen met een veel grotere frequentie zwaai uitgezonden dan de lage tonen. Zou je dat niet doen, dan zou het zendvermogen dat aan de lage tonen besteed wordt veel groter zijn dan die aan de hoge tonen. En dan zouden die laatste bij ontvangst eerder in de ruis verdwijnen. Om het niet vreemd te laten klinken worden de hoge tonen aan de ontvangstzijde weer verzwakt. Dit bevoordelen van de hoge tonen wordt pre-emfase genoemd en aan de ontvangstzijde heet het proces de-emfase. Bij telecommunicatie wordt voor FM vaak een pre-emfase van 4,5 dB per octaaf gebruikt. Bij fasemodulatie zit die pre-emfase bij de zendkant er al ingebouwd. Dat betreft daar 6 dB per octaaf. Daardoor klinkt fasemodulatie normaal gesproken wat helderder dan FM. Omdat je aan de ontvangstzijde het verschil tussen FM en PM dus niet kunt vaststellen, nou ja, tenzij je met gelijkstroom in de weer gaat, is dat beetje meer hoog ook direct het enige verschil dat er in feite tussen PM en FM bestaat. Bij ouderwetse zenders met kristallen was het makkelijk om fasemodulatie te maken. Met een fasemodulator kun je niet makkelijk de zwaai maken die je voor een FM-signaal op 2 meter nodig hebt.
omdat die ouderwetse zenders echter met een kristal op 8 of 12 MHz begonnen, waarbij de kristalfrequentie vermenigvuldigd wordt, wordt de zwaai van het signaal met dezelfde factor mee vergroot. En de meeste fasemodulatoren werken dus op die manier. Bij moderne, met name professionele apparaten, kun je de zender en de ontvanger schakelen tussen PM en FM, vaak in de settings. In feite zou daarbij PM tussen aanhalingstekens moeten staan, want in de stand PM wordt gewoon FM gebruikt, alleen met een iets ander filtertje voor de pre-M-fase en de DM-fase. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.